En dan willen we vanavond ook uw hulp vragen bij het vinden van zes jonge mannen op drie scooters... die vorige week dinsdagavond in het voorbijgang uit het niets een vrouw in zijst in haar gezicht gespuugd hebben. Dat is natuurlijk altijd al vies, maar nu potentieel levensgevaarlijk in Utrecht is, mevrouw Elsijd. In dit geval is het extra schrijnend als je weet wat voor beroep het slachtoffer heeft. Ja, zeker. We hebben al eerder bekendgemaakt dat het slachtoffer een 33-jarige vrouw is... Die als verpleegkundige op een intensive care werkt, die nu is ingericht als opvang voor coronapatiënten. Nou, ook vorige week dinsdag had ze een hele zware dienst achter de rug, waarin zij en haar collega's hebben geprobeerd om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Nou, daarnaast heeft ze ook een gezin. En om fit te blijven en haar hoofd uh, leeg te maken van alle zorgen, was ze vorige week dinsdagavond gaan hardlopen. Nou, en toen is ze dus misgegaan. Ja, we laten even zien waar het gebeurde. Het slachtoffer rende rond zeven uur op de Utrechtse weg vanuit de richting van de Amersfoortse weg. Ze rende over het voetpad. En zo'n beetje ter hoogte van het plaatsaanbordje van zij, zag ze drie snorscooters haar tegemoet rijden. Met op elk twee jongens. Die vielen meteen op omdat die jongens slingerden en een andere fiets verhinderden. En toen is ze dus vanuit het niets bespuugd. Ja, ze voelde spetters in haar gezicht en ook op haar mond. En ze hoorde ook nog een soort schreeuw, maar ze kon niet echt horen wat er gezegd werd omdat ze oortjes in had. Um, nou, ze had wel meteen door dat ze was bespuugd. En ze is omgedraaid en is heel boos achter de jongens aangerend, maar ze kon ze niet bijhouden. Nou, op dit moment heeft mevrouw gelukkig geen klachten en kan ze haar belangrijke werk gewoon voortzetten. Maar ze zit toch in spanning en ze moeten echt niet aan denken dat de jongens haar wellicht besmet hebben. Nou, we willen deze groep heel snel vinden. Helemaal omdat we de afgelopen dagen informatie hebben gekregen dat ze dit bij meer mensen hebben gedaan. Nou, zeer ernstig. Uh, voor we naar hun segmenten gaan, misschien toch even goed om te benadrukken. Wat gebeurt er met je als je zoiets doet? Nou, spugen kan nu worden beschouwd als een poging tot zware mishandeling. En je kan hiervoor echt een wekenlange gevangenisstraf krijgen. Nou, we hopen dat mensen de groep hebben gezien. of misschien wel via-via hebben gehoord wie dit zijn geweest. Nou, helemaal mooi als we ook beelden van hen kunnen ontvangen. Nou, we gaan ons best doen, mevrouw El Sayed. Help dus mee om dit groepje in Zeist te vinden. Om zeven uur precies, een week geleden, dinsdagavond 7 april. is er dus op deze weg uh, gespuugd. Uh, de daders reden over de Utrechtse weg. komt uit de richting van het centrum van Zeist. En ze reden op drie matzwarte snorscooters. Die hadden allemaal een windscherm. Het waren geen retoscooters, ze hadden blauwe kentekenplaten. En in het passeren heeft uh, het slachtoffer gezien dat ze alles eens licht getint waren, een petje op hadden, donkere kleren droegen. Bel als u dat weet of heeft gezien naar de tiplijn 086070. Of als je ze persoonlijk kent en anoniem wil blijven naar M0807000. Wie liever niet met, persoonlijk met iemand praat, kan ook heel makkelijk een digitale tip versturen uh, en trouwens ook beelden via een tipformulier op de site.